We zijn er vandaag in Sunparks Mol, waar de nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Bij mij heb ik Danley zitten. Dag Danley. Hallo. Alles goed? Ja hoor, super. Vertel eens kort iets over jezelf. Ik ben dus Danley. Ik ben 20 jaar. Ik studeer biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Ik doe mee aan Mr. Gay Belgium, omdat ik iets wil veranderen aan de wetgeving rond bloeddonatie bij homoseksuele mannen. Want ik vind die veel te omstreden en eigenlijk in de praktijk niet wat ze in het theoretisch mee bedoeld wordt. Dus daar wil ik iets aan doen. Okay. Heb je concreet iets in gedachten hoe je dat concreet zou aanpakken? Momenteel nog niet echt hoe en wat concreet. Maar ik zal sowieso in mijn campagne veel gebruik maken van feiten en zo proberen aankaarten dat deze probleem eigenlijk makkelijk van de baan kan gaan. Oké, okay, super. Stel Danley, jij wordt op 1 juni Mr. Gay Belgium 2019. Wat is het allereerste dat je gaat doen? Waarschijnlijk wenen, sowieso wenen denk ik, ja. Oké, okay. Goed, om het luchtig te houden ga ik gewoon een paar luchtige, chille vragen stellen. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Madrid, ja. En waarom Madrid? Madrid, omdat ik ben daar recent nog geweest. En ik ben ervan verschoten hoe tof en hoe mooi dat Madrid eigenlijk al was. Ik heb niet alles kunnen zien, dus ik wil zeker nog wel eens teruggaan. Oké. Okay. Stel, je mag voor één dag in de schoenen lopen van een bekend figuur. Wie zou dat zijn en waarom? Ik denk Beyoncé. Ja. Is dat je grootste idool? Niet mijn grootste, maar ik zou wel eens een dag in haar schoenen willen staan en zien hoe zij haar leven leidt. Wat is je favoriet nummer van Beyoncé? Zo moeilijk. Lemonade. Oké, okay, super. Goeie keuze trouwens. Bedankt Danley en alvast heel veel succes. Dank je wel.